Vanaf maandag zijn de strandbaden in de gemeente 's-Hertogenbosch officieel geopend. Na enige voorbereidingen om de baden zwemklaar en veilig te maken, is dan eindelijk het zwemseizoen geopend. Dit jaar iets eerder dan andere jaren. Normaal gesproken is de opening zo half mei. Maar nu hebben we ook nog 2 weken meivakantie, net ervoor. Ja, en dan is het zonde om, als de kinderen vrij zijn, om dan het bad niet open te hebben. En juist als ze weer naar school moeten, om dan de bezetting compleet te hebben. De zon scheen maandag volop en rond het middaguur arriveerden dan ook de eerste strandgasten. Vol enthousiasme werden de eerste duiken genomen. Het is best wel lekker. Het waterbad is best wel lekker koud. Het was heel leuk en van de glijbaan ook. En was het niet koud dan? Ja, een beetje in het begin, maar ik heb het toch gedaan. Toch heeft de zon de afgelopen dagen al goed zijn werk gedaan. Het eerste gedeelte is ondiep. Er staat de zon lekker te bakken. En op dit moment al 22 graden. Dus er wordt in de loop van de dag en dagen alleen maar weer meer. Tot aan de eerste drijflijn, de gele. Daar is het op de bodem ook nog altijd 18 graden. En dat verbaast me, want wat zal het zijn? Een dag of 12 geleden. Ook gemeten, toen was het nog maar 9. Dus ja, het is al behoorlijk opgewarmd. En nu maar hopen dat het nog lang mooi weer mag blijven.